is maandag 23 januari. Dit is Drenthe Nu met vandaag brigade uit Havelte bereidt NAVO-missie in Litouwen voor. Na jaren discussie toestemming voor tiny houses in Assen. En regenton voor alle scholen in Noorderveld dankzij 11-jarige Jens. De luchtdruk in Drenthe is erg hoog en misschien hij nog een alle barometer waarop stiert dat het mooi weer is. Nou, dit is dat mooie, toch wel grieze weer. Hoe lang het gries blijft, vertel ik je zo. Goedenavond. Een nieuwe groep militairen van de 43e gemechaniseerde brigade in Havelte staat op het punt om te vertrekken voor een NAVO-missie in Litouwen. Ze gaan richting Oost-Europa om de inwoners te beschermen tegen een eventuele Russische agressie. Voor de eenheid betekent dat alle hens aan dek. Vanochtend werd het materieel ingescheept. Vroeg in de ochtend rijden de eerste gevechtsvoertuigen het vrachtschip op. De brigade uit Havelte is de komende 2 jaar hofleverancier voor de NAVO-missie in Litouwen. Het gaat nu om een 100-tal voertuigen, variërend van de gevechtsvoertuigen waar we nu tussen staan, tot aan logistieke voertuigen. Want alleen vechten, dat lukt niet. Je hebt ook logistiek nodig. De boot vertrekt vandaag vanuit de Eemshaven en vaart naar Klaipeda in Litouwen. Vanuit daar vervoert de brigade de voertuigen over de weg dieper het land in richting de eindbestemming. Het eerste gedeelte van de reis gaat bewust per zee. Je kunt het natuurlijk via de weg doen, maar dan heb je allerlei problemen, gaat het trager en loop je ook veiligheidsrisico's. Veiligheidsrisico's, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, je gaat via een smalle corridor en dan moet je allerlei grenzen gaan passeren, inclusief de grenzen van Polen. En dan ga je vlak langs Wit-Rusland en Kaliningrad. Ja, dus dat kan ook juist weer provocerend werken? Dit maakt het een stuk eenvoudiger en je hebt alles meteen op de goede locatie. Een manier die niet nieuw is. Defensie investeert daarin de komende jaren in een eigen schip. Dat schip hebben we nog niet zo heel lang. Daar zijn we heel blij mee. Want in het verleden hadden wij geen boot en moest je natuurlijk altijd inhuren. En dat hoeven we nu niet meer. Dus daar zijn we inderdaad heel wijs mee. Dus je kunt zelf je planning doen. En als je dat niet hebt en je moet huren, ben je afhankelijk van. En dit soort schepen, er zijn er maar heel weinig van. Dus als jij moet inhuren en andere landen willen ook inhuren, dan sta je misschien achteraan. En dan kun je niet verplaatsen wanneer jij wil. En nu zijn we dus vrij in beweging en kunnen we verplaatsen wanneer wij willen, als Defensie. Vandaag dus het materieel, later deze week vertrekken ook de eerste militairen vanuit Havelte naar Litouwen. Om daar een andere eenheid af te lossen. De 43e gemechaniseerde brigade is een jaar niet in het land geweest. En in die tijd zijn de spanningen aan de oostgrens behoorlijk opgelopen. In het manschappen of uitrusting, daar maakt eigenlijk geen verschil. Het besef is alleen natuurlijk wel bij iedereen aanwezig. Hey, we zijn er met een reden en dat blijkt maar weer. Het hangt al jaren in de lucht in Assen, maar het lijkt er nu echt van te komen. Wonen in een tiny house. Maar wie in zo'n klein huis de rust zoekt, is wellicht snel genezen. Want de locatie ligt pal aan de A28. Iets meer in de natuur was mooier geweest. Maar dat was niet mogelijk. Na 10 jaar praten over tiny houses in Assen is er dan eindelijk een plek, een initiatiefgroep en een plan voor 21 knusse huisjes die over een jaar klaar moeten zijn. Maar je woont wel ingeklemd tussen de snelweg A28 en de Witterhoofdweg. Perfecte locatie is het niet daarmee, denk ik. Ik denk wel dat we wennen wel wat aan het geluid en dat het daardoor wat minder wordt. Maar de gemeente heeft onderzoek gedaan naar waar het voor hun misschien zou kunnen. En dit is eruit gekomen als de plek waar zij het wel zien zitten. Of in ieder geval waar wij een plan op mogen bedenken om dat te laten ontstaan. Als je kijkt naar het hele terrein, dan is dit natuurlijk maar één. Eén stukje. Een kwart of zo. Ja. Maar het is nog best wel een stuk. Daar kunnen er wel 21 op. Een betaalbaar huis vinden is lastig, zo ervaren Maaike en ook Rivka en haar vriend. Dus kijken ze naar wat nodig is. En eigenlijk hadden wij bedacht dat we eigenlijk minimaal heel weinig nodig hadden. En dat wij graag in een fijn en een warm en een goed geïsoleerd huisje willen wonen. En dat is het tiny house, lijkt ons hartstikke leuk. De kleinheid, commune-idee dat je met elkaar woont. En je hebt niet zoveel spullen. Ja, ik heb zelf niet zoveel heel veel spullen nodig. En het is verplaatsbaar, dus ja, wie weet hoe ons leven eruit ziet over 5, 6, 7 jaar. En dat vinden wij er ook heel erg leuk aan. In Assen gaat het om een proef, eerst voor 10 jaar, dus nemen ze de plek op de koop toe. Maar ik hoop dat de komende jaren dat er steeds meer plekken zullen ontstaan. En dat we dan ook makkelijker van bijvoorbeeld een ene plek naar een andere plek kunnen gaan. En dat de plekken ook steeds beter worden. Eens moet de eerste plek zijn.
Doe mij dat plekje daar aan het einde maar, zo, daar zo lekker in het zonnetje. Ja, 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 daar zat ik ook aan te denken. Maar er zijn gelukkig drie, hè? Dus, oh ja, ja, kom jij bij mij op het kaartje? Ja, op het hofje. Ja, ja, inderdaad. Gezellig. De eigenaar van een Hoogeveense supermarkt is vandaag opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op een 32-jarige man uit Enschede. De supermarkt van de verdachte, die zelf in het Overijsselse Den Ham woont, is afgelopen oktober al doorzocht. Toen meldde de man dat hij een goede vriend was van het slachtoffer. Maar nu blijkt dat de politie hem als verdachte ziet. Het slachtoffer, Tihad Jaffo, werd vanaf december 2021 vermist. Vorig jaar is zijn lichaam gevonden in een kanaal in de buurt van Hardenberg. De politie zegt nog op zoek te zijn naar een tweede verdachte. Een 24-jarige man uit Emmen is na een korte politieachtervolging en een dollemansrit over de A28 in een weiland tussen Zuidlaren en Annen beland. De politie startte de achtervolging in Groningen nadat hij met hoge snelheid via de vluchtstrook auto's inhaalde en een volgteken negeerde. De achtervolging werd gestaakt toen de verdachte uit zicht raakte. Later kreeg de politie een melding dat de auto was verongelukt. De 24-jarige bestuurder, die geen rijbewijs had, is gewond afgevoerd. In Bovensmilde heeft de Molukse gemeenschap afscheid genomen van Frederik Siasale. Hij was zijn hele leven nauw betrokken bij de strijd voor een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek. De Molukse gemeenschap omschrijft hem als een overtuigend en standvastig iemand die altijd opkwam voor de belangen van de Molukkers en hun politieke zaak. Siasale overleed vorige week op 75-jarige leeftijd. Was in het begin, ja, was de taalbarrière was behoorlijk, maar ze kunnen al een beetje Nederlands. En ja, dat gaat goed. En met wat Engels en met handen en voeten werken kunnen we elkaar goed verstaanbaar maken. Ja, straks meer over dit Oekraïense kunstproject. Maar eerst naar Jens Schurer uit Roden. Hij is nog maar 11 jaar oud, maar al wel heel milieubewust. Op zijn initiatief krijgen alle scholen in Noorderveld een waterton om met het regenwater bijvoorbeeld plantenwater te geven. En hiermee kunnen de scholen duizenden liters drinkwater besparen. Hoe zwaar is hij? Kunnen we hem vasthouden? Ongevuld is hij nog goed te tillen, de regenton die op de school van Jens, de Hoeksteen in Roden, aankwam. Een joekel. 280 liter. Ben je er blij mee? Ja. Dat, dat dit allemaal gebeurt voor maar een klein ideetje. Zo zou je het. Want het is klein begonnen en nu begint het al wel wat groter te worden. Toevallig zit Jens in de kinderadviesraad van de gemeente. Dan komt juf Trinket daar staan, denk ik. Dus de lijntjes richting de wethouder zijn kort. We waren al bezig met een actie om voor al onze inwoners een regenton te regelen. En dit kwam erbij en dat is natuurlijk heel goed, want zo leren we ook de kinderen om zuinig om te gaan met water. Daar komen ze, daar komen ze. In deze tijden zijn de energieprijzen natuurlijk best wel hoog. En bij ons hier op school gaven ze in de schooltuin de plantjes gewoon nog met kraanwater water. Als je een regenton hebt, kun je al het regenwater kun je hierin opslaan. En dat kun je gewoon gratis kun je dat gewoon weggeven. Met slangen en een kraantje. We gaan een mooie plek zoeken. Ik denk heel dichtbij, daar zo op de hoek. Ik wil later ook mooi werk doen en ook mooi in een groene natuur leven. Dan moeten we hier wel met duurzaamheid meerdere dingen mee doen, vind ik. Ja, dan is dit een goede stap. Ja, een eerste stap. Het Koevoorde Kunstenaarscollectief geeft amateurkunstenaars elk jaar de kans om hun werken een maand te exposeren in Galerie Kunst op 5. Daar zitten soms bijzondere creaties tussen. Zo hangen er nu schilderijen van vluchtelingen uit Oekraïne. Toen dat schilderij binnenkwam, met die bloemen, toen waren wij echt wel verrast van de hoge kwaliteit. Want dat noemt zich dan amateur, maar wij noemen dat meer autodidacten. Ze hebben geen professionele opleiding, maar het is wel heel, heel mooi en heel secuur geschilderd. Dit is ook echt zo'n voorbeeld van een amateurschilder. Het zijn ook allerlei stijlen. Ja. Het is een mengelmoes haast. Ja, we kunnen natuurlijk niet zeggen van we willen graag die stijl hebben. Dus het is gewoon wat er binnengebracht wordt, dat wordt hier opgehangen. Onder de kunstwerken zijn ook schilderijen van Dmitri, Oksana en hun dochter Tanja uit Oekraïne.
De creatieve familie is uit Kiev gevlucht voor de oorlog. In Nederland blijven ze schilderen. Zo maakt Dimitri het liefst schilderijen op locatie in de buitenlucht. This is Pampert. It's the bridge here in the city center. Yes, yes. This one is nearby Action. The Action store. Yes, okay. Yeah. This is in Dalen. Oh yeah, the windmill in Dalen. Yes. Ook de 9-jarige dochter Tanja schildert. Omdat ze autisme heeft, kan ze haar gevoelens beter overbrengen via haar kunst. When she is happy, she draws happy faces. When she is sad. So this one's maybe a sad one. No, it's not sad. It's just sleeping. Oh, okay. When she draws sad, it's a lot of tears. When war started, she drew. Every drawing was with a lot of tears, sadness, black rainbow. She expresses herself. Yeah, yeah. With the paintings. Yeah. She doesn't explain other way herself, only by paintings and drawings. De kunst van onder meer Dimitri, Oksana en Tanja is tot 18 februari te zien in Coevorden. Zowat heel Europa ligt onder een dikke deken van bewolking. Dat is misschien een schrale troost voor ons Drenthe. Want het was gries, het is gries en het blijft nog even gries. Ook vanavond en vannacht heeft de bewolking verreweg de overhand. Het is heel erg rustig en mocht het hier en daar even opklaren, dan kan de temperatuur net even onder het vriespunt komen. Morgen wordt een beetje een kopie van vandaag. Het is een grieze dag, het is rustig. Het beetje wind wat er is komt uit het oosten. En misschien een enkele opklaring morgenmiddag. En daardoor kan de temperatuur oplopen naar zo'n 4 graden. Ook woensdag begint gries, misschien zelfs met wat mist. Dat kan ook blijven hangen tot de middag. Overdag temperaturen van zo'n 2 graden. Soms, dan komt er een front in dichterbij, kan er wat regen vallen. En donderdag, dan is de wind bijdraaid naar het noordwesten. We krijgen dan wat luizer, wat opener weer. De zon dat ze nou dan eens even met aan. Temperatuur dan wat hoger, zo'n graad of 6. Ook vrijdag op de meeste plekken drogen. Soms wat zon, een graad of 4. Dus aan het einde van de week komt de zon er wat vaker bij. Maar tot en met woensdag is het gewoon gries en biddy. Saai weer. Dit was hem, deze Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u online en in onze app en op rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld meer over hoe onze provincie zich wapent tegen steeds heftiger natuurbranden. Voor nu, fijne avond en graag tot morgen. Dag.